Vera de Pauw, twee wedstrijden tegen Nederland. Geen de Pauw, hè? Nee. Ja. Een nederlaag vandaag 2-0. Maar hoe kijk je terug naar de week hier in Nederland? Het is voor ons verschrikkelijk belangrijk geweest. We zijn met de neus op de feiten gedrukt. Maar toen we weggingen, zei ik ook in de pers, het kan ook 8-9, 10-0 worden. Want we weten echt niet waar we staan. Nou, we weten nu waar we staan. We weten ook dat onder de druk we nog veel individuele fouten maken. En de simpele dingen moeten goed gaan. Wil je op de Olympische Spelen in ieder geval een bijdrage leveren. En in die zin is het ontzettend belangrijk geweest om tegen Nederland te spelen. Want zij maakte duidelijk wat we misten. Toch vond ik dat het verdedigend al redelijk sterk stond. Jullie gaven niet zo heel veel weg. Er waren wel een aantal. Nederland miste dan. Aanvallend is het nog iets minder. Maar het gekke is dat normaal gesproken het toch een beetje andersom is. Ja. En mensen moeten niet vergeten dat dit de eerste keer is dat deze meiden op dit niveau voetballen. Ja. En Equatorial Guinea was dan de hoogste geplaatste tegenstander. Maar die staan nog steeds op 45 of 50 of zo op de wereldranglijst. Ja. Wel met allerlei Brazilianen in het team en een hele hoge druk. En een fantastische ambiance en een hele goede prestatie. Maar dit is eventjes een maatje groter. Ja. En wil je daar naartoe groeien, dan moet je eerst door dit soort momenten heen. Ja. Ik heb wel bij jullie een heel sterke speelster gezien, Linda, nummer 8. Ja, bracht zeker de eerste helft een heel sterke prestatie. Dat is wel iemand die we in de gaten moeten houden, denk ik. Ja, ik hoop dat zij heel blijft. Het is ook de eerste wedstrijd dat ze helemaal heeft gespeeld. We lieten dat even afhangen van of ze nog de diepte kon zoeken en wat haar bijdrage bleef. Maar ze bleef de beste van het veld. Ja. Althans van ons. Daarvoor hebben we gekozen om er nu te laten staan, omdat dat goed ging. We hebben het heel langzaam opgebouwd, maar ze is pas 17. Ja. Dus ze moet eerst examen halen volgend jaar. En dan hoop ik dat ze een hele goede plek gaat krijgen. Ja. Even naar die Olympics toe. Nu hebben we natuurlijk een zeer zware groep. Brazilië zit erbij, Zweden zit erbij. Ja, leuk, hè? Jammer dat Nederland er niet is. Ja, Zweden zit in onze pool, dat Nederland zit geweest. Dat had, maar wat is het doel op de Olympische Spelen voor jullie? Nou, het doel voor ons is dat wij willen dat na die Olympische Spelen niemand ons meer vergeet. Want er is nog geen land, behalve Nederland, ikzelf, geweest die naar Zuid-Afrika is gegaan om daar te voetballen. Mm-hmm. Om een of andere reden doen landen dat niet, want ze denken we gaan die wereldreis niet maken tegen een land waarbij we niks verder komen. Ja. Nou, ik hoop dat na de Olympische Spelen dat anders is. Ja. En dat de meiden contracten verdienen, waardoor de families en jonge kinderen hoop hebben op een andere toekomst. Ja. Want we moeten ook heel goed realiseren waar ze vandaan komen. Ja. En als er meiden uit Zuid-Afrika contracten gaan verdienen, en even los van deze wedstrijd, maar ik denk dat ze echt een bijdrage kunnen leveren aan de grote clubs, vele van deze, dan geeft dat een hele andere vibe in Zuid-Afrika. En dan wordt het een droom voor duizenden meisjes om daar ook naartoe te gaan. Ja. We gaan het zeker volgen en ik wens jou veel succes om de Olympische Spelen. Dank je wel. Dankjewel.